Dag Frederik. Goedemiddag. Ça va? Zeg Frederik, jij werkt voor Music Hall. Oh, wat is jouw functie binnen... Ja, dat is toch wel een heel groot bedrijf ondertussen. Mm-hmm. Ik ben de marketingmanager bij Music Hall. En mijn functie is er mee voor zorgen dat die zalen vol zitten, dat de mensen komen genieten van onze voorstellingen. En wij brengen zowel musicals als opera's, als balletten, voor jong en oud, voor elk wat wils. Zoals Annie nu bijvoorbeeld. Ja. Dat is een oeroud verhaal dat iedereen kent, maar een verhaal dat vandaag nog steeds relevant is. Het is een verhaal van hoop en wij brengen dat in een nieuw, fris kleedje. Zit je diep in het top? Het is al voor de, ik wil dat niet onrespectvol, voor de zoveelste keer dat jullie Annie brengen. Ja. Dus je moet de mensen toch nog altijd een klein beetje kunnen verrassen. Nu bijvoorbeeld zijn we voor de decor uitgegaan van het stripverhaal dat Annie oorspronkelijk is. Dat zie je ook in de decorelementen, dat zijn strippanelen. Mm-hmm. We hebben ook gekozen voor een iets wat stoerder meisje, dat met haar beide voeten op de grond staat. En niet langer het naïeve, beduusde meisje eigenlijk. Een wat brutalere versie. En dan hebben we de samenwerking met Nederland. Dat is vooral een praktische keuze ook, omdat er ook in Nederland vraag is naar die titel. En dan kan je echt een tournee opzetten. Waarbij we dus hier in Vlaanderen voor gekozen hebben om de volledige kindercast Vlaams te maken. Waarbij we ook Deborah hebben, Deborah de Ridder, die Vlaams is. Dus we hebben toch wel voor een grote Vlaamse inbreng gezorgd in de productie. Je bad is warm, dus hupperie. Wat schuin, een flink stuk zeep heeft dan nog. Je bed wordt keurig opgemaakt. Zijdelaag. Deborah, de Sound of Music, Dracula, Sneeuwwitje, de drie biggetjes, Annie. Ja, jij bent alomtegenwoordig als het over musical gaat. Hè? Ik probeer toch mijn job te kunnen doen, ja. Ja, en je doet dat met hart en ziel nog altijd. Ja, absoluut. Want ja. Jij bent in de jaren 90 zelf ooit de kleine Annie geweest. Ja, dat klopt, in het KIT in Antwerpen. En was je dan zo zelfzeker dat je zei, ik ga naar die audities, ik ga onmiddellijk voor die hoofdrol? Nee, wij deden gewoon auditie en dat waren een aantal rondes. En dan ineens zeiden ze van, je mag voor Annie verder. Maar in het begin wist je niet voor wat je auditie deed. Ook goed voor kinderen, vind ik. Was jij een stresskip? Ja, ik had wel elke keer echt zenuwen voor ik op moest. En ik weet nog dat ik heb toen de première nog gespeeld en op een gegeven moment was ook koningin Fabiola kwam toen kijken. Was ik ook heel zenuwachtig, dus ik weet wel. Ik heb dat eigenlijk nog zo. Na 10 voorstellingen heb ik dat weg, maar in het begin was ik heel zenuwachtig. Maar het is al de derde rol die je speelt in Annie. Ja, ik heb Annie gedaan en een zevental jaar geleden heb ik Miss Henneken gedaan. Was een hele jonge Miss Henneken toen en nu Grace. Dus ja, wie weet ooit nog eens de president, want tegenwoordig is dat een vrouw in Annie. Ja. En dan heb ik ze denk ik allemaal gehad. De toekomst bestaat, dit gaat voorbij. Mocht er iemand zijn, Freddy, die het verhaal nog nooit gezien heeft of er nog nooit van gehoord heeft, en je zou kort samenvatten waarover het gaat. Maar ik zou eerst en vooral zeggen, kom gewoon kijken dan. Laat jezelf verrassen. Maar wie het nog niet kent, het verhaal, het is een verhaal over een weesmeisje dat al jaren op zoek is naar haar ouders. En die wordt op een dag gevraagd om bij de rijke meneer Warbucks de kerstperiode door te brengen. En die rijke meneer Warbucks die ziet dat eigenlijk eerst als een soort van promotiestunt. Dat is goed voor zijn PR, zo wat arme weeskindjes opvangen. Maar geleidelijk aan groeit er een band. En gaat meneer Warbucks mee op zoek naar de ouders van Annie. Geef mij maar lawaai, grote stad. De straten vol mensen, van jong tot oud. Soms vaal, soms grauw, de stad waar ik... Als je nu een keuze moest maken en een van die musicals, wil je ooit nog eens terugspelen? Dat vind ik een hele moeilijke. Ik heb Tell Me on a Sunday, dat is niet zo bekend. Mm. Maar dat was een musical waar ik eigenlijk alleen speelde. Dat was een soort monoloog, helemaal doorgecomponeerd, gezongen. En ik denk dat ik dat nu met een andere insteek zou spelen. Ik had toen net Maria gewonnen. Een jaar daarna heb ik dat toen gespeeld. En dat zou ik nog wel eens willen opnieuw doen nu. Omdat ik dat toch op, aangezien we ouder, iets matuurder. Mm-hmm. Dus dat zou ik misschien nog wel eens opnieuw willen doen. Ja. Welkom de dag, wordt wakker, gooi die ramen open, zie het samen. Hebben we er nog dromen op musicalgebied? Goh, ik zou Boom willen spelen in Les Miserables. Als dat ooit naar België komt, maar ik denk niet dat dat... Ja.
Dat kost zoveel geld, die productie, om nog eens naar België te halen. Maar daar zou ik alles in willen spelen als ik maar zou kunnen meedoen. Ben ik miserabel. Ik heb heel wat gelezen over jou, maar ik kan me niet meer herinneren. Evita, heb je dat ooit gedaan? Ja, die heb ik gedaan in het Frans. In het Frans? Die zou ik nog wel eens in het Nederlands willen doen. Ja. Dat is een hele mooie rol, maar dat was voor mij... Ik heb daar heel veel migraine gehad, omdat dat een enorme concentratie is in het Frans. Uiteraard. En dat was in de open lucht, in de zomer. En dat was ook heel warm, en dat ook niet goed is voor migraine. Dus elke avond na de show ben ik kotsend vaak naar huis gereden. De nachten zijn koud en donker, maar de zon gaat schijnen en haar warmte maakt je blij. Waarom moeten mensen naar Annie komen kijken? Annie is, als je van musical houdt, moet je Annie gezien hebben. Want anders zijn er geen echte musical liefhebber, vind ik. Het is feel good, je weet dat het goed afloopt. Dus het is gewoon een hele fijne middag of avond uit. Even verstand op nul, niet echt, maar gewoon genieten. Dat gaan we doen, ongetwijfeld. Ja. En nu, hop, naar het podium. Dank je. Merci.